Ik ben Herbert Vlak en breng u het straffenverhaal van het Buschbier. 8 generaties brouwers, een uniek karakter. 1984. Vincent Dubuisson beslist om de Verenigde Staten te veroveren. Een machtige Amerikaanse brouwer weigert echter dat een bier met de naam Bush zich op zijn territorium komt vestigen. Hé jongens, ik heb niet veel poen, maar ik kan me niet laten doen. Oké, Vince. Als fijne strateeg verandert Vincent de naam van zijn bier in Scaldis, speciaal voor de Amerikaanse markt. Hij neutraliseert zo de reus en wint het hart van de Amerikanen. Alleen een familie met zo'n kijkopen kan een bier als Bush brouwen. Bush, vandaar zijn karakter. Een bier met liefde gebrouwen drink je met verstand.